Dames en heren, een hele goede middag. Ik zit hier weer met Bert Slachter. En Bert Slachter is altijd degene waar ik naartoe ga als ik iets wil weten over getallen en onderbouwing van getallen. En ja, u kent al de uitdrukking, you have lies, big lies en statistics. En dat gaan we een beetje ontrafelen vandaag. En de reden dat ik Bert eventjes vroeg voor dit interview, omdat hij een leuk draadje had gedaan. Hij doet altijd leuke draadjes op Twitter. Dus dat zijn een aantal Twitterberichten achter elkaar. En dat ging deze keer over de PCR-test. Nou, laat ik nu een hele hoop vragen krijgen over PCR-test. En jij hebt daar goed in verdiept. En het publiek staat al klaar, want we hebben even kijken of we ook iemand tegenover kunnen zetten die kritisch is op PCR-testen. Bert is totaal niet kritisch. Nou, dat is weer een goede voorbeeld, maar ik vind Bert altijd weldenkend, nauwkeurig. Hij heeft data, hij heeft ze onderanalyseert ze. Dus hoe is het met jou, Bert? Ben je de lock-out goed doorgekomen? Ja, het is hartstikke goed. En ik heb zelfs lekker vakantie gehad de afgelopen weken. Dus ik heb niks te klagen. Je hebt helemaal niks te klagen. Goed, dan gaan we er meteen in. De PCR-test. Als er iets is, als ik praat over PCR-testen, dan begint echt iedereen tegenover me te praten van een positieve PCR-test betekent helemaal nog niet dat je besmettelijk bent, dat je die test hebt, dat je het hebt, dat je het hebt gehad of dat het al bijna over is. En in ieder geval komt er een hele hoop en eigenlijk komt het erop neer dat de hele basis van die PCR-test om maatregelen te nemen volkomen absurd is. Dat is de kritiek. En aan de andere kant heb ik mensen van het OMT geïnterviewd. En die zeggen, nou, wij doen 3 keer zo'n test. En eigenlijk, we hebben wel een false positive. Maar we hebben eigenlijk nog een veel grotere fout met false negative. Maar eigenlijk overall, als jij een beetje je niet goed voelt, dan is het prima correlatie. En eigenlijk is die test wel een prima middel. Nou, daar zit ik dan tussen. Je hebt daar wat dieper op ingegaan. Kun je daar wat over vertellen? Jazeker. Ja, ik hoorde dus hetzelfde als jij, hè, van mensen die eigenlijk twee heel sterk gepolariseerde groepen. Aan de ene kant dat er niks van deugt en aan de andere kant dat het de heilige graal is. En zoals zo vaak ligt de waarheid in het midden. En dat is een beetje saai voor veel mensen. Veel mensen die vinden het veel leuker om een hele sterke, extreme mening te hebben. Maar en ik wilde dus eigenlijk gewoon eens uitpleiten, hoe zit het nou? Wat is er nou waar? Ik had ook die video gezien met van Flavio Pasquini, heet die geloof ik, met Mario. Ja. Ik denk, er zitten wel interessante vraagstukken in. En ik had natuurlijk ook al veel over gelezen. Ik denk, ik ga het eens uitpluizen. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb gesproken met microbiologen en virologen en mensen in het ziekenhuis, mensen bij de GGD. En gewoon eens te kijken van hoe gaan zij daar nou mee om en hoe werkt het nou en hoe kijken die er tegenaan. Ik pak even deze erbij. Jij kunt ook altijd je scherm delen. Hè? Dus ik deel schermen, maar als jij iets leuks vindt, dan kun je het meteen overnemen. Welke heb jij gekeken? Want ik heb deze gekeken van, Die bovenste, die is ook echt volgens mij 279.000 keer bekeken. Dus ook veel in de aandacht geweest, veel over getwitterd. De grap is dat de essentie van wat ze daar zeggen, die is waar. Dat is namelijk dat een PCR-test die meet, eigenlijk die detecteert dat er een heel klein fragmentje van het erfelijk materiaal van een virus, van het RNA in dit geval, het is een RNA-virus, dat aanwezig was, is. Ja. En dat betekent niet dat automatisch het hele RNA daar was met het eiwitkapsel eromheen en dat virus dus dat moment nog in staat is om zich te vermenigvuldigen. Dat betekent het niet. Maar daar is ook helemaal geen discussie over. Er is geen enkele microbioloog of viroloog of wie dan ook die zegt, een positieve PCR-test, dat betekent dat je besmettelijk bent. Er is nog nooit iemand die dat gezegd heeft, serieus zeg maar. Serieus mee bezig is. Sterker nog, en dat vond ik wel heel erg interessant. Ik sprak hier dus ook over met mensen die dagelijks, al decennia lang dagelijks met PCR's werken. Die ze valideren, die er virus uit opkweken, die er diagnoses mee stellen. En die mensen zeggen allemaal, de kritiek van
het virus bestaat helemaal niet. Het virus is nog nooit geïsoleerd. Het virus is nog nooit gefotografeerd onder een elektronenmicroscoop. Je meet hoofdzakelijk dood virus. Dat soort dingen zeg je. Ja, het komt niet eens bij ons op om daarop in te gaan, want het is zo evident onwaar voor ons, dat we leggen dat gewoon naast ons neer, weet je wel. Dus dat was ook voor sommigen van hun een eye-opener, van dat er dus daadwerkelijk honderdduizenden mensen zijn die dat geloven, die denken, ja, inderdaad, dat is waar. Dus met andere woorden, die PCR-test, alles wat nu in Nederland gemeten wordt, hè, 4000 positieve tests vorige week, dat is allemaal oud virus, punt. Ja. Zeg, ja, dat is voor ons zo evident, zo niet waar, hè, dat... Nee. Dat we er niet eens op ingaan. Dus toen ik het draadje ging maken, zeiden ze ook, ja, ik begrijp nu eigenlijk pas dat het wel zinvol is om dit te communiceren. Dus dat vond ik wel een heel leuke, of nou leuk, maar interessante constatering, dat er daarom dus ook heel weinig tegengas is gegeven vanuit de mensen die hier, wiens specialisme dit is. Ja, dat is ook inderdaad. Ja, ik heb ook inderdaad een interview gedaan met twee mensen uit het OMT-teams, die allebei een laboratorium hebben. Eén die 600 testen doet per dag en de andere 800 testen. En die hebben hem gewoon bij mij uitgebreid zitten vertellen wat ze nou wel meten, wat false positive, wat false negative is, hoe sensitive de test is en dat soort dingen. Maar ga even lekker door met je draadje. Dus je hebt dat allemaal goed onderzocht, je hebt met veel mensen gesproken. En wat komt daar nou uit? Nou ja, wat dus interessant is, een interessant concept voor mensen die dus willen begrijpen hoe het nou zit met zo'n test, is de CT-waarde. En de CT-waarde, dat heeft te maken met het aantal keer, het aantal cycles, daar staat de C voor, het aantal cycles dat er nodig is geweest om een voldoende signaal te krijgen. Dus als er weinig cycles nodig waren, dus dat betekent dat er een klein aantal keer dat stukje RNA vermenigvuldigd hoefde te worden, dan betekent dat er dus, in het begin heel veel aanwezig was. Ja. Is de CT-waarde heel hoog, dan was er maar heel erg weinig van aanwezig. Dat noemen ze dan een zwak signaal. En er is ergens een cut-off point of een afsnijwaarde of een drempel, hoe je het wil noemen. En vanaf dat moment zeggen ze, nou, nu noemen we hem negatief. Ja. Dit is... En wat die gasten dus zeggen die in het laboratorium werken, die zeggen, ja, weet je, wij zien aan de niet alleen aan de CT-waarde, maar ook aan de vorm van de grafiek, wat er aan de hand is. Soms zie je al aan de vorm, meer... achtergrondruis. Ja, je bedoelt deze. Eigenlijk. Nee, niet deze grafiek. Dit is een heel... Daar komen we zo meteen wel even op. Maar het grafiekje van die specifieke test. Okay. Dus je kan... Die heeft dus ook... Dus blijkbaar op het scherm nog een platformpje. En dus die mensen... Dat is zo'n vakmanschap. Die mensen hebben al zoveel tests gedaan in hun leven, dat ze daar op basis daarvan al nog informatie uit kunnen halen. Dus... Het is goed om je te realiseren dat een PCR-test is niet ja of nee. Dat komt niet uit positief of negatief. Analoog. Daar komt een heel breed palet van nuance uit, op basis waarvan ze zeggen, nou, dit is positief of negatief. En dat betekent dus ook dat in het lab, als ze twijfelen, dan zeggen ze, we doen de test nog een keer. Ja. En dat kan betekenen dat ze hetzelfde sample gebruiken. Het kan ook betekenen dat ze opnieuw een sample afnemen. En bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Stel je voor, in het ziekenhuis ligt een coronapatiënt op de IC. Overduidelijk corona, geen twijfel mogelijk. Weet je wel, aan de beademing. En ze vragen zich af, kan deze patiënt al uit isolatie? En dat is natuurlijk heel fijn, want dan hoeven die mensen niet meer met pakken te lopen enzovoort. Dan doen ze dus een test. En als die test twijfelachtig is, zeggen ze, nou, we wachten nog 3 dagen, doen nog een test. Want het risico is natuurlijk groot dat iemand, nou, weet je, dan laten we nog maar even in isolatie liggen. Ja. Dus afhankelijk van waar je de test voor gebruikt, denken ze daarover na. Dus achter de schermen is er veel meer informatie. Andersom ook, hè. Dus als er een heel lage CT-waarde wordt geconstateerd, dus enorm veel virus aanwezig, dan nemen ze ook even contact op met de GGD om te zeggen, joh, ik heb hier een sample, die is zo sterk positief, misschien moet je eens eventjes goed in het bronnencontactonderzoek deze persoon extra aandacht geven, want het zou wel eens om superverspreiding kunnen gaan. Ja, dus, het zou dus leuk dat zijn als ik inderdaad, ik vroeg ook aan mijn, ik heb me laten testen, want ik was, mijn zoon was ziek, en die was negatief, en ik was ziek, negatief, toen had mijn vrouw een patiënt op bezoek, die was positief getest. Toen is zij weer gaan testen. En ik vroeg ook op een gegeven moment, mag ik alsjeblieft mijn CT-waarde? Nou ja, daar hadden ze echt geen idee van. Dus de mensen die mij opbelden van de GGD hadden echt idee wat een CT-waarde is. Maar het is echt, die dingen, dat zijn hele ingewikkelde computers. Die kun je versterken en dingen afzetten en het tunen.
En de cut-off point bepalen is gewoon een belangrijk gedeelte van het vakwerk. Oké, goed, ga door. Ja, de CT-waardes kun je ook niet zomaar met elkaar vergelijken, want die zijn afhankelijk van het platform. Dat is zeg maar het merk waarop tests worden gedraaid. Ja. Dus als je ze gaat vergelijken met elkaar, dan rekenen ze dat om in het aantal kopieën per millimeter. Dat zie je ook in het grafiekje wat Vincent nu deelt. Dat is uit een onderzoek wat gedaan is overigens in het Erasmus. Waarbij ze van 250 of zo patiënten die daar waren, gingen ze kijken van oké, we hebben nu een positieve PCR-test en we gaan kijken of we daaruit ook nog het virus kunnen opkweken. Dus dat betekent, als dat kan, dat het blijkbaar nog infectieus is. Want dat betekent namelijk, als het virus nog kan, dat het nog kan vermenigvuldigen. En als dat niet lukt, dan is weliswaar aangetoond dat dat virus ooit in die patiënt is geweest, maar dan is op dit moment het niet meer infectieus. Nou, en als je naar die grafiek kijkt, misschien kan je hem nog weer even in beeld zetten, dan zie je dat vooral bij heel lage CT-waardes en bij kort na het begin van de symptomen, dat er dan positieve tests uitkomen. Dus op basis van dit onderzoek kun je dus ook zien dat een positieve test niet 1-op-1 betekent. Dat de patiënt of dat de persoon ook besmettelijk is. Het betekent wel 1-op-1 dat er virus RNA aanwezig was. En dus dat is denk ik een heel belangrijk verschil waar overigens geen discussie over is. Bij het RIVM of bij GGD of bij laboranten. Het is gewoon een gegeven hier. Dat als je een positieve test hebt, dan vind je een klein stukje van het RNA. Ja. En dat betekent dat deze persoon ooit dat virus heeft gehad. Maar dat betekent niet dat die persoon nu besmettelijk is. Nou, en dan kan je vervolgens nog onderzoek gaan doen naar hoe lang blijft dat RNA dan nog detecteerbaar? En dat is het grafiekje wat je hier ziet. Dat is ook een heel bekend onderzoek, veel gedeeld onderzoek. En dan zie je dat in de eerste x dagen dat je nog relatief vaak, bijna in alle gevallen, infectieus virus hebt. En op een gegeven moment wordt die verhouding zodanig dat een steeds kleiner deel van de positieve test daadwerkelijk nog infectieus is. En uiteindelijk is het 0%. En dan nog enige tijd kan je dat virus meten. Nou is de vraag, hoe lang is dat enige tijd dan? Dat wordt wel eens gezegd, van, ja, je kunt nog maandenlang RNA-restjes zien. Nou, de praktijk is dat het waarschijnlijk een kwestie is van weken, dagen of weken. En dat al heel snel het signaal heel erg laag wordt. Dat betekent een heel hoge CT-waarde. Dus je kan al vrij snel zien dat het niet meer een echt actieve besmetting is. Dus maanden is zeer, zeer onwaarschijnlijk. Ja, het is gewoon weken. Het is grappig dat het met antilichamen ook vrij snel naar beneden gaat trouwens. Dat is dan weer een ander issue. Maar inderdaad, dus dat heb je dan gewoon. Maar wat ik dus inderdaad ook, wat gewoon belangrijk is, dat mensen weten van dat die PCR-testen, dat is niet van gisteren. Dat is al een hele lange bekende test. Ja. Dat is al decennia. Voor een methode, decennia. We hebben 100 laboratoria in Nederland. Daar zitten allemaal mensen die daar heel goed mee om kunnen gaan. Voortdurend dat ding aan het meten zijn en aan het tunen of die test klopt. Die wordt ook voortdurend afgesteld. Dat zijn verschillende mensen die dat doen. Dat is gewoon normaal. Dus het idee dat je dan eens even uitlegt dat een PCR-test niet werkt. Ja, dat is het, niet. Nou ja, kijk, als je dat stukje RNA meet, dan is het niet iets anders. Hè? Want dat is natuurlijk wat ze voortdurend valideren. Kijk, het is niet zo dat als je... ook even over de vals positieven en de vals negatieven en dergelijke. Als jij 100.000 keer een flesje water in zo'n PCR-test stopt, gaat er gewoon 100.000 keer negatief uitkomen. Het is niet zo dat er dan af en toe per ongeluk positief uitkomt. En als je het hebt over een vals positieve, dan is dat omdat er bijvoorbeeld te breed gemeten wordt. Hè, dat in het begin, de allereerste PCR-tests die we hadden, die waren bewust heel breed opgezet. Dus die detecteerden ook allerlei varianten, omdat men toen dacht dat het virus wel eens snel zou kunnen gaan muteren. Intussen weet men dat het niet zo is. Dus de PCR-tests van nu zijn veel specifieker dan die in het begin. Dat is gewoon een keuze geweest om dat
in het begin minder specifiek en nu specifieker te maken. Ja. Kan zijn dat er kruisreacties zijn. Dat ook dat soort dingen meten ze en valideren ze. En daar weten ze intussen heel erg veel van. Kijk, je moet je wel voorstellen dat de hele wereld bezig is met deze PCR-tests. Met dit virus. Ja. Dus er wordt ontzettend snel geleerd. En dus zou je kunnen zeggen, in februari, maart waren er nog best wel wat issues te verwachten. Ja, intussen is dat wel, is er zoveel meer kennis daarover dat een positieve test, dat de false positive, daar heb je echt over hele kleine aantallen. Een interessant voorbeeld is dat in Nieuw-Zeeland hebben ze een week of 6 gehad met geen besmettingen. En toen hebben ze wel elke dag 3,000, 4,000, 5,000 tests gedaan. En dat zijn dus tienduizenden tests die allemaal negatief waren. Ja. Het waren dus gewoon tests van menselijke speeksel, hè? Of wat is het, afgenomen in de neus. Maar als je zou verwachten dat er 2% vals positief is, dan had je in die tienduizenden niet 0 positieve verwacht. Dus, dat is even de, de staat van kennis van over PCR. Nou, en dan is dus het punt van wat voor conclusie kun je nou trekken als je een positieve test krijgt? Ja. Dan een positieve test is een sterke aanwijzing dat je nu geïnfecteerd bent en dat je besmettelijk kunt zijn. Ja. Het is geen absoluut bewijs en daarom moet je kijken naar de situatie waarin die positieve test er is. He, dus op het moment dat jij symptomen hebt die samenhangen met corona, bijvoorbeeld je verlies van reuk en van smaak zijn vrij typerend misschien. Kortademig, weet je wel, neus, keel, allemaal zaken waarvan men weet dat heeft hiermee te maken. Als dat zo is, dan is de kans nog veel kleiner dat je een vals positieve krijgt. Dat noemen ze de combinatie van een klinisch beeld en een positieve test. Dat is een heel sterke aanwijzing. Dat is zo sterk dat men over het algemeen zegt, nou, op basis daarvan kunnen wij gewoon een behandeling baseren of zeggen je moet in quarantaine of dat soort zaken. Dat is gewoon ook een daar is ook gewoon consensus over. En overigens, dat was ook dat zijn ook in alle video's van mensen die zeggen van, die heel kritisch zijn, die zeggen ook, nou, als je het klinisch beeld combineert met een positief test, daar zijn we het allemaal over eens, dan is het oké. Daar is het ook voor bedoeld. Hè? Dus daar is verder geen discussie over, eigenlijk. Nou, dan ga je kijken naar het testen van mensen zonder symptomen. Ja. Als je dan een positieve test vindt, ja, dan zou het kunnen zijn dat je oude stukjes RNA meet. Dat is waar. Daar is ook verder niemand geheimzinnig over. Dat je het al gehad hebt, ja. Ja, dat je het al gehad hebt. Het zou ook kunnen in theorie dat er vervuiling is geweest. Hè? Dus dat, laten we zeggen, degene die het monster afneemt, eroverheen gehoest heeft, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat het daar vandaan komt, of dat het in het laboratorium vervuild is. Dat is een heel kleine kans in Nederland. Omdat het natuurlijk allemaal heel zorgvuldig gebeurt. Maar dat zou in theorie nog kunnen. Kun je dat aan die CT-score dan niet, zeg maar, zien? Nou ja, dat hangt er vanaf. Stel dat je een super shedder hebt, die tests afneemt. Maar ja, dan zie je natuurlijk al heel snel dat alle tests die persoon afgenomen heeft, dat die positief zijn, weet je wel. Dus ja, het is. Okay. Maar het zou dus kunnen zijn dat je het al gehad hebt. Maar zou dat op basis van dat CT gebeuren niet al, ook daar, dat afkappunt, dat hebben ze ook wel goed getuned. Maar die kans is er. Dus het verhaal is gewoon, het is een prima gebeuren. Ja, Van Dissel, die zei in de Tweede Kamer, nou, die kans is eigenlijk heel klein. Toen vroeg die Tweede Kamerlid, die zat met diezelfde vragen, hoeveel, wat is het percentage? Zei, oh, dat moet ik even opzoeken, maar het is heel klein. En daar viel iedereen over hem heen, dat hij dan inderdaad niet een antwoord had. Waarschijnlijk hebben we het antwoord er ook niet precies op. Alleen het antwoord is niet dat 1% van de tests positief, vals positief is. Dat zou je wel zeggen als je het. Dat is wel een stelling die af en toe gedaan wordt. Het zou kunnen dat dat is op een random populatie. Maar in Nederland moet je natuurlijk voorstellen dat bijna iedereen die getest wordt klachten heeft. Want je laat je testen als je klachten hebt. Nee, dat is niet waar. Want het is een steeds groter percentage is natuurlijk gewoon die uit contactonderzoek komt. Dus je hebt twee mensen. Eén is de groep die gaat. Die zegt, ik voel me niet goed. Nou, daar is waarschijnlijk weinig false positives aan. Maar aan de andere kant zijn er mensen die uit het contactonderzoek komen. Van, hallo, u bent in contact gekomen met, hè, dankzij zo'n app bijvoorbeeld, die nu 500.000 keer gedownload is. Maar überhaupt gewoon die paar duizend mensen die nu aan het bellen zijn. Ja.
En daar zijn natuurlijk, daar is 50-60% heeft helemaal geen symptomen. Als je gaat kijken hoeveel procent van de tests die afgenomen worden, de 100.000 per week, uit bronnencontactonderzoek komen, dan is dat maar een fractie van die 100.000. Is dat zo? Is dat een klein gedeelte? Dus volgens mij maar een klein gedeelte. Ja, maar dat, überhaupt is het alle, is het grootste gedeelte van de mensen die erheen gaat met symptomen, is sowieso al tussen de 1 en de 5% ongeveer. Hè? Dus misschien 7% in de meest gevoelige gevallen. Maar het is altijd meer dan 90% heeft en symptomen en heeft het gewoon niet. Nee, maar bijvoorbeeld in Rotterdam en Amsterdam zijn er al plekken waar het naar 11% is. Hè? Dus dat 11% van test positief is. Kijk, ja. Dus dat is daarmee. Kijk, en daarmee zie je dus ook dat. Kijk, als al die positieve tests vals positief waren, dan zou je verwachten dat op alle plekken dat percentage ongeveer even hoog is. Hè? En juist omdat je ziet dat dat verschilt, dat op de plekken waar meer RNA in het riool zit, waar meer ziekenhuisopnames zijn, waar meer mensen met klachten rondlopen, dat daar ook het percentage positieve tests hoger is. Dus er zit wel degelijk een signaal in die positieve tests. Het is niet alleen maar achtergrondruis. Het is niet alleen maar, want zo wordt het wel genoemd, hè, de case-demic. Er is geen epidemic of geen pandemic, maar een case-demic. Wat we zien is eigenlijk een golf aan positieve tests, maar er is geen golf aan besmettingen. Dat is een hypothese. Als dat waar zou zijn, dan zou je een aantal dingen zien. Je zou dan verwachten dat overal waar je gaat testen, dat je ongeveer hetzelfde percentage vindt, of dat het percentage afhankelijk is van hoeveel mensen het toen hadden. Het is niet zo, je ziet dat ook op... Dat plaatje hier, echt gigantische verschillen. Gigantische verschillen. Ja, die ook niet overeenkomen met hoe destijds de verdeling was. Je zou ook verwachten inderdaad dat Limburg en Brabant nu de laagste gedeelte zijn en dat nu eigenlijk het meeste in Groningen zit. Dat was altijd je kijkt nu naar het aantal getest op het plaatje daar rechts van. Daar zie je het positief percentage, maar dan zie je inderdaad ook dat Brabant, dat ook in Brabant daar hele lichte stukken zitten. Ja. Maar en Amsterdam en Rotterdam zijn natuurlijk hoger en er zijn dus specifiek wijken of kleinere gebieden waar het nog veel hoger is. En een ander ding is dat als het puur oud RNA-materiaal was, dan zou je verwachten dat elke week dat percentage wat lager wordt. Want het menselijk lichaam ruimt natuurlijk wel op. Of dat elke week de CT-waardes lager zouden worden. Maar die mensen in het laboratorium zien dus ook weer mensen terugkomen met een hele lage CT-waarde. Met andere woorden, heel veel virusmateriaal. Ja. Dus, en het is dus mooi te correleren ook met andere datareeksen die we hebben. Zoals... Dat RNA in rioolwater en dat soort dingen. En RNA in rioolwater, dat is geen oud RNA, dat is gewoon recent uitgepoept. Dus er zijn allerlei aanwijzingen dat het zou best kunnen dat een deel van de positieve tests al wekenlang een soort achtergrondruis is van oud RNA. Het is niet uit te sluiten, prima. Maar het is in ieder geval ook zo dat een veel groter deel van de positieve test daadwerkelijk signaal is. En dat is meer de cijfermatige analyse. Dus aan de ene kant heb ik gekeken naar wat is nou eigenlijk zo'n PCR-test? Wat is het in theorie? Hè? En daarnaast is er nou data te vinden? Waardoor je kunt zeggen van, hoe waarschijnlijk is het dat het inderdaad alleen maar vals positieve zijn? En dat lijkt mij dus statistisch gezien heel erg onwaarschijnlijk. Ja, dit vind ik wel interessant. Voor mij val je weg, Vincent. Je bent in mute. Je staat op mute, Vincent. Ja, dat is interessant. Kijken wat hier verder nog over te zeggen is. Kijk, ik heb verder in het draadje nog heel eventjes gekeken naar de leeftijdsverdeling. Want natuurlijk de vraag is natuurlijk wel van, als die positieve test die we nu zien nou daadwerkelijk besmettingen zijn recent, of voor een groot deel besmettingen zijn, of laten we het anders zeggen, gecorreleerd zijn met besmettingen,
Als dat dan zo is, waarom zijn er dan relatief zo weinig ziekenhuisopnames en relatief zo weinig mensen op de IC en relatief zo weinig mensen die sterven? Dat is nog wel de vraag. Kijk, ze zetten het vaak af tegen de grafiek van positieve tests in februari, maart. Nou, dat is geen eerlijke vergelijking. Toen testen we bijna niemand. Dus toen, we schatten eigenlijk dat 10% van de mensen die toen uiteindelijk besmet zijn, ook positief getest zijn. Dus die 1000 positieve tests, dat daar 30.000 besmettingen tegenover stonden. Dat is nu anders. En nu wordt een grote gedeelte van de mensen die besmet raken daadwerkelijk gevonden en getest. Dus je kunt niet zeggen van, nou, toen waren het 1000 mensen positief getest, nu 500. Dus zou je ook, dat is de helft, zou je ook de helft van de ziekenhuisopnames moeten zien. Toen waren er op het hoogtepunt 500 ziekenhuisopnames per dag en er zijn er nu geen 250. Maar je zou wel, als je dat zou omrekenen, zou je er wel meer verwachten. Meer dan nu. Want hoeveel mensen zitten nu in het ziekenhuis? Er liggen, nou ja, toen ik het draadje schreef, zaterdag of zo, 15 augustus. Ja, toen lagen er 360 mensen in het ziekenhuis. Dat waren er op het laagste punt 150. Dan denk je, ja, weet je, 150, 300, dat is een verdubbeling. Het is natuurlijk veel minder dan de groei van het aantal tests. En dat hoor je ook vaak, waar hebben we het over, joh? Nauwelijks mensen in het ziekenhuis, nauwelijks mensen op de IC, nauwelijks mensen dood. Waar maken we ons druk om? En mijn hypothese op dit moment is dat het vooral te maken heeft met de leeftijdsgroepen, met de verdeling van welke mensen er besmet raken. Ja, maar de hele reden waarom we dit allemaal deden, weet je wel, was flattening the curve. Dus nu, en dat is eigenlijk, dat is dan geen velden of wegen te zien. Nou, flattening the curve, dat ging er eigenlijk over dat je zegt van, ik wil graag dat uiteindelijk iedereen besmet raakt, alleen ik wil dat doen op een manier dat de zorg niet overbelast raakt. Dus we moeten die curve wat platter maken. Absoluut. Ik denk dat we intussen een stukje verder zijn en zeggen van, ja, dat gaat zo lang duren als je iedereen besmet wil laten raken. Hè, dat gaat dan 3 jaar minstens duren als je de zorgcapaciteit peil wil houden. Dus we gaan nu eigenlijk niet naar flatten the curve, maar naar het zo laag mogelijk houden. En dat zie je nu eigenlijk natuurlijk ook al. Hè, want dat is ook een interessante vraag. Wanneer hebben we nou een tweede golf? Hebben we pas een tweede golf als ziekenhuizen vol liggen? Nee, je hebt al een tweede golf als je niet meer in staat bent om bronnencontactonderzoek te doen. Is mijn visie daarop. Dus de lat vanaf wanneer raak je de controle kwijt. Hè? Want dat is eigenlijk het punt. Rutte zegt, we willen maximaal controleren. Nou, dan kan je hele discussies voeren over wanneer is dat dan nog maximaal controleren. Hoe hoog moet die lijn liggen? Wat is de signaalwaarde? Maar op het moment dat je het bronnencontactonderzoek niet meer kunt doen, dan heb je de controle verloren. Dus dat is echt de bovengrens. En dat is natuurlijk een lokaal fenomeen. Dus je ziet nu in Amsterdam en Rotterdam dat men niet meer in staat is om goed bronnencontactonderzoek te doen. Capaciteit is gewoon een logistiek probleem. Ja. Is ook logistiek heel moeilijk. Bronnencontactonderzoek wordt ook moeilijker naarmate er meer mensen besmet zijn. Er zijn veel meer contacten enzovoort. Dus ja, je zult echt in de regio's waar het nu het slechtst is, ja, daar zit je eigenlijk aan het maximum. En zal het dus omlaag moeten. Ondanks het feit dat er zo weinig ziekenhuisopnames zijn. Het zijn maar weinig gemeentes. Hè? Dus inderdaad, Amsterdam en Rotterdam, die steken er echt in. Die hebben allemaal 100 besmettingen van een totaal op 500. Dus die doen echt een significant gedeelte. En de rest van Nederland is eigenlijk gewoon vrij leeg. En dat zou dus ook pleiten voor veel meer lokale maatregelen. Intelligente lokale maatregelen. Wat iedereen zegt, ja, die lockdown, dat was helemaal niet zo intelligent. Die was nogal bot. En die zorgde er eigenlijk voor dat in 80-90% van het land helemaal niet nodig was. Maar je ziet ook dat communiceren is ook een vak. En als je zegt van, nou, in deze markt moet u wel het mondkapje doen en hier in dit dorpje niet en in daar wel en zus. Dat vinden mensen ook veel moeilijker. Mensen willen ook graag een beetje duidelijkheid hebben. Klopt, maar mensen zijn wel allemaal in staat om op buienradar te kijken en te bedenken, ga ik de deur uit of niet? Word ik nat of niet? Dus mensen zijn best wel, kijk, we moeten mensen ook weer niet doen alsof al die mensen dom zijn. Die zijn best wel in staat om complexe informatie te verwerken. En we kunnen kijken van op de voorspelling van het weer, van oké, wordt het zaterdag lekker weer? Kans op onweer is
20%, weet je, ik gok het erop, ik ga een barbecue organiseren. Dat soort dingen kunnen mensen. Mensen kunnen een paar dagen vooruit kijken en kijken wat voor spelling is bij hun, weet je wel. Dus ja. We moeten er ook niet te simpel over doen. Goed, even wat vragen van de mensen. Van Bert is het niet eens met de tweede golf. Jij zegt dus dat de golf op dit ogenblik veel kleiner is, zeg maar. Hè? In absoluut, als je het vergelijkt met in maart, want we testen beter, we weten veel meer wat er aan de hand is. En jij zegt, hey, je bent het niet eens met Bert met betreft de tweede golf. We weten dat het een zooitje is bij de GGD. Wat zou ze nou bedoelen? Hey, daarom wil ik ook graag mensen dat jullie vragen stellen. Want dit is een mening. En ik vind een mening altijd heel interessant. Maar liefst ook gewoon, ik heb eigenlijk liever een vraag. Ja. Laten we vooropstellen dat de GGD's het ontzettend zwaar hebben. Ik vind dat je de GGD's beslist niet kunt aanrekenen wat er nu aan de hand is. Die zijn jarenlang is er bezuinigd op de GGD's. En ze krijgen een ontzettend zware taak zo voor de voeten geworpen. Zeker de medewerkers. Over management en directie en bestuur kun je misschien nog een discussie voeren. Maar zeker de medewerkers die doen met de beperkte middelen wat ze kunnen. En dus daarvoor denk ik is respect nodig. Maar ik denk dat het een objectieve constatering is dat op dit moment bepaalde GGD's het niet meer aankunnen. Nee. Dat is waar, dat is nou eenmaal zo. En dat betekent dat in die regio's je dus nu absoluut geen verdere groei kunt permitteren. Want je moet je wel voorstellen dat bronnencontactonderzoek is niet alleen maar een middel om inzicht te krijgen, maar het is ook een maatregel op zichzelf, omdat je namelijk mensen kunt besmettingen kunt vinden voordat ze besmettelijk worden. Voordat ze veel eerder dan dat je ze zou vinden als je zou wachten tot ze ziek genoeg worden en dan een test doen en dan een resultaat krijgt. Ja, dus maar ik vond het inderdaad wel echt gewoon interessant dat ik woon in Amsterdam en ik heb met iemand van de GGD gepraat en die zei ja, we hebben nu, dan zit ik met iemand te praten. Ja, en dan vraag ik hoeveel mensen heb je de laatste tijd intiem gezien, zeg maar, hè, binnen een kwartier, een half uur. Ja, man of 60, weet je wel. Een man of 60, een man of 80, een man of 90. Dan moet je die allemaal gaan bellen en achterhalen en gaan informeren. Dat is heel iets anders dan dat je er 3, 4 of 5 intiem hebt ontmoet. En dat zit dus hier in Amsterdam. Vooral in de wijk waar ik zit. Ik zit in, zeg maar, Nieuw-West. Nou, er zijn allemaal suikerfeesten zijn er geweest. Er zijn huwelijken, heel veel uitgestelde huwelijken zijn begonnen. En dan zitten mensen met 50, 60, 100 man lekker bij elkaar. En dat is moeilijk voor een GGD. Dat heeft niks te maken met een zooitje. Nee. Ik vind het heel indrukwekkend hoeveel duizenden mensen ze bij hebben opgesigned. En die wou ze dan in september klaar hebben. Dat moest bij een verdubbeling. Een paar duizend man erbij. En dan moest dat al opeens in eind juli. Dat is geen zooitje. Dat is gewoon een kwestie van dat wij allemaal leuke feesten zijn gaan organiseren. En dat een hoop werk is. Goed. Ja, dus... Op het moment dat je die controle kwijtraakt op een bepaalde plek, en dat zie je dus in bepaalde regio's nu, dreigt dat te gebeuren. Ja, tot die tijd zou ik zeggen van oké, je hebt het nog onder controle en daarna heb je het niet meer onder controle. En dan zou je, wat mij betreft over een tweede golf moeten praten. En nu zou je kunnen zeggen van oké, er is aanleiding om scherper te zijn. En dat gebeurt dus ook. Ja. Oké. Nou, dus dit was een beetje het draadje. Hebben mensen nog vragen over de PCR-test? En anders dan denk ik dat we er diep genoeg op ingegaan zijn. En dat is wel leuk. Dit soort kennis heb je nodig als je dus nu naar zo'n Weltschmerz-videootje kijkt, waar iemand zegt, hey, dit is helemaal geen bewijs. En dat klopt dus ook heel erg. En wat grappig dat jij dus inderdaad met die mensen bent gaan praten. En dat ze zeggen, we snappen er echt helemaal niks van. En we gaan het nu eens even uitleggen. Dus hiermee is dat ook aardig gebeurd. Laat maar nog één ding aan toevoegen. En dat is dat mensen zeggen vaak van oké, dus als de PCR-test niet betekent dat je besmettelijk bent, dan kan je toch ook niet zeggen dat iemand in quarantaine moet. Ja, let op, dat is altijd al zo geweest. Hè? Ook op het moment dat jij klachten hebt, weet je niet precies hoe besmettelijk je bent. Hè? Dus er zijn ook mensen die liggen op de intensive care die niet meer besmettelijk zijn. Dus het is een gegeven bij elke infectieziekte dat er maar een korte periode is dat je besmettelijk bent. En je weet niet precies van wanneer tot wanneer je besmettelijk bent. Dat kunnen we ook niet real-time weten. Dus het beste wat we kunnen doen is iedereen waarvan we weten dat ze recent geïnfecteerd zijn, om die in quarantaine te plaatsen. Wat je niet kunt is mensen alleen maar precies in de periode dat ze besmettelijk zijn in quarantaine plaatsen. Dat kan domweg niet. Dus het is waar dat wij mensen in quarantaine plaatsen die niet besmettelijk zijn. Maar het is wel de best guess die we hebben
om in ieder geval de mensen die besmettelijk zijn ook mee te pakken. Ja, ik snap niet wat deze nou bedoelt. Mijn omgeving aangeven en 10 dagen opsluiten als mijn test negatief zou zijn. Nee, het gaat erom wat je doet. Als jij bericht krijgt, je bent positief. Of nog in tweede instantie, je bent met iemand in contact geweest een half uur lang die zeg maar positief was. Zoals mijn vrouw, die was psycholoog en die heeft een half uur met iemand gesproken. Nou, die was daar erg bezorgd over. En die heeft dus inderdaad in de tijd dat zij gewoon tot de uitslag... Is zij niet meer naar buiten gegaan en heeft zij zichzelf een beetje opgesloten. Ja. Dat was heel verantwoordelijk, ja. En hoeveel mensen willen dat? Ja, en als jij dan zegt, ja, potverdomme, ik ga morgen met vliegtuig naar Griekenland. En dan krijg ik zo'n bericht van, ja, what the hell, moet ik nou mijn vakantie gaan opgeven? Om een of andere test die waarschijnlijk toch 99% kans dat het niet geen positieve test is. En dat hangt af van je individuele verantwoordelijkheid. Wij hebben niet een systeem in Nederland, als jij een test krijgt, dat je dan verplicht in quarantaine gaat. Dat hebben wij niet in Nederland. Nou, dat is denk ik heel goed. Dus persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja, ik denk dat je drie niveaus kunt maken. Op het moment dat jij klachten hebt en je hebt een positieve test, dan moet je gewoon in quarantaine. En dan is de kans heel groot dat je besmet bent. Op het moment dat jij geen klachten hebt en je hebt een positieve test, ja, dan zou ik het verantwoordelijk vinden om wel in quarantaine te gaan. Vergelijk het een beetje met een vrouw die een zwangerschapstest doet, die is positief. Die weet ook pas zeker dat ze een levend kind in de buik heeft bij de echo. En toch de hele periode daarvoor gaat zo'n vrouw uit voorzorg even stoppen met roken en geen rauw vlees eten. Dat doe je omdat je, nou ja, weet je, uit voorzorg, zou je kunnen zeggen. Dus dat, en dan heb je nog als derde van, oké, je bent in contact geweest met iemand die positief is getest. Ja, en dan ben ik het met Vincent eens. Kijk, ik denk dat het heel verstandig is als mensen dat doen, want dat is namelijk de systeem, het offer wat je brengt voor het systeem, maar dat is eigen verantwoordelijkheid op dit moment. Ja, oké. Goed, ik denk dat dit even aardig is. Ja. Niemand krijgt mij opgesloten. Ja, oké, dit is hartstikke goed. Dus we gaan eventjes nog, we hebben nog een kwartiertje. En je hebt nog een bak met allerlei leuke draadjes eigenlijk, als we daar even naar kijken. Onder andere zit jij in het Red Team. En het Red Team, ja. Vertel even over wat het Red Team is en wat jullie allemaal geadviseerd hebben aan de regering. Ja, dus een Blue Team, dat is in een crisissituatie het team wat de leiding heeft. Die de crisis managt. Nou, in dit geval in Nederland zou je kunnen zeggen dat is RIVM, OMT, die daar het advies in geven. Dat is de officiële... Het officiële advies. Die worden ook gevraagd door de overheid. Willen jullie hier advies over uitbrengen? En nou ja, normaal gesproken zou je als bestuurder, als crisismanager of als in dit geval als minister-president, dan kijk je het advies van het OMT en je kijkt misschien ook nog naar allerlei andere zaken en dan alles afwegende, dan neem je een beslissing. Nou, in zo'n situatie, in een crisis, ligt op de loer dat er tunnelvisie ontstaat, dat er groepsdenken ontstaat, dat je blinde vlekken krijgt. Dat ligt niet aan die mensen, dat is een algemeen verschijnsel. Dan weten we dat dat gebeurt in crisissen. En daarom wordt vaak in zo'n situatie naast een blue team een red team gezet, die als opdracht krijgt, gaan jullie nou de antithese zoeken? Gaan jullie nou kijken? Jullie moeten gaan tegenspreken. Als blue team A zegt, ga dan eens kijken of het misschien niet B of C zou moeten zijn. Oké. Dat is een bekend fenomeen. Dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de IT bij hackers. Hè. Dus er is een beveiligingsteam, dat is Blue Team. Die heeft als missie om te beveiligen en er wordt een Red Team ingezet. En die krijgt als missie om het te hacken eigenlijk. En als dat lukt, nou ja, daarmee controleer je eigenlijk het beveiligingsniveau wat door Blue Team is geleverd. Nou, ja. Wij hebben dat gezegd al een aantal keer als groep. Dus een aantal mensen die al meerdere keren met contact met elkaar hadden. Misschien moeten wij ons aanbieden aan de overheid als Red Team. Of niet, we hadden ook al een aantal keer in april, in mei gezegd, jongens, organiseer dat nou. Organiseer nou tegenspraak. Niet alleen wij, heel veel mensen hebben dat gezegd. Maar dat wilde VWS niet. Ze willen geen officieel Red Team. Ze zeiden, nou, dan kunnen we twee dingen doen. Of we kunnen zeggen van, jammer. Of we kunnen een onofficieel Red Team oprichten. En dat is wat we gedaan hebben. Dus Red Team is een onofficieel, niet door de overheid georganiseerd tegenspraakteam, die natuurlijk vrijblijvend, want het is onofficieel, maar gedachten en adviezen en duiding aanbiedt aan de overheid, aan de regering, maar ook aan Tweede Kamerleden die de regering moeten controleren en die daar scherp moeten zijn. En dat betekent dus ook dat wij
op zoek gaan naar hoe andere landen het doen. Ja, ja. Naar hoe, wat andere standpunten zijn, naar wat andere manieren zijn om de cijfers te interpreteren, naar ervaringen uit het verleden. Nou, weet je wel. En wat zo interessant is, dat in het Red Team zitten een heel aantal mensen die met beide benen in de praktijk zitten. Dus in de verpleging, in het ziekenhuis, in de laboratoria, in de veld, dus die eerder betrokken zijn geweest bij grote virusuitbraken en die daar in het veld hebben gestaan. Dus er is ook heel veel ervaring uit van, bijvoorbeeld uit ebola, van wat gebeurt er nou? Wat doet dit nou met mensen? Hoe communiceer je dan? Wat doen maatregelen? Wat werkt wel, wat werkt niet? Dus ja. Wat betreft is het een hele mooie complementaire set aan expertise die bijeengekomen is. Ja, dus inderdaad, dat hebben jullie dus naar aanleiding zelf gedaan. En het Red Team, na een aanbod, jullie hadden een aanbod om het officiële Red Team te worden, dat wilden ze niet. En deze mensen zitten daar nu, zeg maar, deze mensen zitten daarin. En ze hebben één zijn nog gekomen. Ja. Ja. Er zijn nog twee bijgekomen intussen. Maar dat staat ook op het Twitter-account. Ja, en wat dat betreft, een groot deel van deze mensen is ook door VWS al eerder gevraagd om lessons, aan de lessons learned sessies mee te doen vanuit VWS. Ze hebben een stuk of 10, geloof ik, onderwerpen waaromheen ze experts hebben gevraagd om hun feedback te geven. Ik was bijvoorbeeld bij de lessons learned sessie rondom het dashboard. Nou, een andere bij die over bronnencontactonderzoek. En nou, ze waren dus we waren al wat dat betreft, dat was ook iets wat ons al met elkaar verbond. Iets anders wat ons met elkaar verbond is dat we allemaal het heel belangrijk vinden om niet al te stellig te zijn en ook gewoon de mogelijkheid open te houden dat je het fout hebt. Een stukje bescheidenheid, een stukje terughoudendheid in hele stellige stellingnamen. Dus dat verbindt en dat hielp. En vorige week zijn we uitgenodigd door Tweede Kamerfracties om ze te briefen voorafgaand aan het Kamerdebat. Dat is in Den Haag. En een delegatie is intussen bij de minister op bezoek geweest. Die heeft gewoon 2 uur de tijd genomen om met ons te praten. Dus ja, wat dat betreft het is niet officieel, maar het is ook niet dat het volstrekt genegeerd wordt. Zal wat leuk, dus het geeft je ook de methode, het geeft je ook iets om zeg maar al die energie die je hebt, om dat erin te stoppen en dan op een gegeven moment daar een platform van te maken. Nou, vertel eens even iets wat je gedeeld hebt. Ik pak even de Red Team Twitter accounts erbij. Ja, dus nou, we hebben gisteren wat verteld over de scholen. Die zijn natuurlijk weer open gegaan en die gaan in de komende weken in de rest van Nederland ook open. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die met scholen te maken hebben. 3-4 miljoen kinderen die erheen gaan. Ja. Of jeugdigen. Een paar honderdduizend mensen die er werkzaam zijn. Dus scholen zijn een heel groot ding maatschappelijk. Een kwart van de bevolking heeft te maken met scholen. Misschien nog wel meer, hè, want ook opa's en oma's die opvangen en verzint allemaal maar. Dus het is een groot thema. En er is ook steeds meer... ontstaat steeds meer aanwijzingen dat scholen toch wel een significante rol spelen in de verspreiding. Er komen natuurlijk mensen uit allerlei leeftijdsgroepen lang met elkaar in aanraking. Zeker op de mbo's en de middelbare scholen zijn het ook verschillende regio's die bij elkaar komen. Dus we hebben een rapport gemaakt over hoe kun je nou op een verantwoorde manier die scholen openen. En wat wij denken dat heel verstandig is, en overigens, dat vond ik opvallend aan de dashboard sessie die ik had met iets van 12 experts bij elkaar. Er was overtuigende consensus over dat het heel verstandig zou zijn om regionaal maatregelen te nemen. Dus om de maatregelen aan te passen aan de situatie ter plaatse. Het is niet landelijk hetzelfde, maar er zijn ontzettende verschillen. Dat noemde bijvoorbeeld gisteren ook Hugo de Jonge. Er is een groot verschil tussen Assen en Amsterdam. En zo is het. Dus ook als je het gaat hebben over scholen. Ja, aan de ene kant moet je denk ik heel voorzichtig zijn met wat er gebeurt. En aan de andere kant, op het moment dat ergens in een regio het virus helemaal niet meer aanwezig is, ja, dan hoef je ook verder geen hele beperkende maatregelen te nemen. Dus dat is eigenlijk wat wij zeggen van ga nou eens een stoplichtsysteem maken. Groen, geel, oranje, rood. Aan de hand van hoeveel besmettingen er zijn in een bepaalde regio. Er zijn gewoon internationale standaarden voor. Bijvoorbeeld het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per 7 dagen. In de afgelopen 7 dagen is dat 0 groene zone. Dan hoef je geen afstand te houden. Hoef je verder helemaal geen bijzondere maatregelen te hebben.
ga je bij wijze van spreken, dat hebben we hier nog niet eens zo zwart-wit ingezet. Dat is natuurlijk niet aan ons als aan de politiek om dat in te vullen. Wij zullen ook wat dat betreft niet zeggen van, nou ja, je hoeft niet naar Rutte te luisteren. Hè, maar we kunnen wel zeggen van, nou, als het nou nul is, even een kort uitstapje. In Nieuw-Zeeland, in alert level 1, houden ze ook geen afstand. Dus dat kan het voordeel zijn van zo'n systeem, dat je in de groene zones ook echt veel meer weer kan. Maar ga je naar de rode zone, boven de 50, ja, dan zou je eigenlijk gewoon de scholen niet open moeten hebben. En dan zou je gewoon thuis moeten zitten, thuisonderwijs moeten hebben. Want als er zoveel circulatie is van het virus, ja, dan gaan scholen daar gewoon echt wel, dan zijn er veel aanwijzingen dat scholen daar een significante rol in gaan spelen. Kijk eens, ik ken dat een beetje ook van, misschien heeft hij dat overgenomen van jullie, maar dit is zeg maar het intelligente mondkapjesbeleid van Maurice de Hond, die precies gaat over hoe is het, ben je binnen of buiten, welke regio zit je, hoeveel besmettingen zijn er, en dan heb je verschillende, afhankelijk daarvan heb je met dat rode, oranje of groene, heb je gewoon een bepaalde maatregel die je dan moet volgen. Ja, maar het is natuurlijk ook eigenlijk heel voor de hand liggend. Hè? Maar goed, je moet dus wel die infrastructuur gaan organiseren. Dat je het weet, dat je het per regio weet. En je moet de politieke keuze maken. Want dat is ook wat wij merkten in die lessons learned sessie van Dashboard. Dat men zei, ja, weet je, het is uiteindelijk aan de politiek om te besluiten of je maatregelen wil koppelen aan bepaalde incidentie, aan bepaalde hoeveelheid besmettingen ergens. Dat is niet aan het dashboardteam van VWS, zal ik maar zeggen. Dus dat is uiteindelijk ligt de bal daarvoor wel bij de regering. Om te zeggen, oké, dit is de manier waarop we het gaan doen. Ja, en heb ik even hier een leuke vraag. Hoe zit het met de winter? Wat hebben jullie daarover vermeld? Want we hebben het nu nog lekker in de zomer. Het gaat hartstikke goed. Maar wat hebben jullie voor de winter? Ja, daar hebben wij niet iets specifieks over gepubliceerd. Ik zou persoonlijk ook niet echt precies weten. Ik heb daar niet echt een heel duidelijk visie op wat er gaat gebeuren in de winter. Hoe precies die seizoenswerking is. Ik denk eigenlijk dat als je heel eerlijk bent, dat je moet constateren dat we het nog niet precies weten. Er zijn wel aanwijzingen. Ik bedoel, het is een coronavirus, dus het zou maar zo kunnen dat er bepaalde seizoenswerking is. Maar ik denk dat we zo bescheiden moeten zijn om te zeggen dat we nog niet precies weten hoe die seizoenswerking is. Kijk, wat wel denk ik een punt is wat je elke keer natuurlijk mist nu bij de overheid, is dat er wordt eigenlijk niet gesproken over ventilatie. Veel te weinig. En dat is natuurlijk wel interessant in combinatie met de winter. Hè? Want je kunt nu natuurlijk de ramen openzetten. In de winter zal dat er misschien anders uitzien. Dus ik denk dat aspect qua winter, daarvan zou ik wel heel geïnteresseerd zijn in dat je ventilatie serieus neemt en daar ook over nadenkt. Maar hebben jullie als team Red zeg maar over aerosolen onderzoek gedaan? Nee. Lijkt me wel een leuk onderwerp. Dat is echt. Ja, zeker. Kijk, ik denk dat wij wat dat betreft wat genuanceerder erin staan dan het RIVM. Hè? Maar in ieder geval ik persoonlijk denk dat je niet moet uitsluiten dat er aerosolenroute significant is. Want wat ze nu eigenlijk zeggen, van, nou ja, dus de route via aerosolen, de besmettingsroute, die is mogelijk, maar die is niet significant. Nee, maar ik vind het zo, er is zoveel om te doen geweest, dat ik zou het helemaal geweldig vinden als jullie Mindpower daar eens een keertje gewoon dat gaat onderzoeken. Of onderzoeken jullie alleen maar als het ministerie iets vraagt. Ik neem maar dat je ongevraagd advies geeft over dingen die Zeker. Je belangrijk vindt. Ja. Ja. Dus maar jullie hebben natuurlijk een aantal onderwerpen die je ook gewoon met elkaar een lijstje maakt en dan stemt. En op een gegeven moment ga je dan iets uitzoeken. En hoe hoog op de lijst staat aerosolen op dat gebied? We hebben niet zo'n lijstje van dit is we hebben geen roadmap, Vincent. We hebben geen roadmap. Nou, maar ik zeg dus aan het Red Team, vraag ik aan het Red Team. Ik zou het heel mooi vinden als jullie dat eens goed zouden uitzoeken. Want ik word daar echt. Het is te complex als met PCR's. Ik heb het zelf een beetje onderzocht. Maar aerosolen, dat kan ik nooit onderzoeken. Dat is veel te veel werk. Maar er is wel heel veel over beschikbaar. Nou, er is in ieder geval zoveel over beschikbaar dat Dat het verstandiger is om vanuit te gaan dat er wel aerosolenverspreiding is, dan ervan uit te gaan dat het niet zo is. En dus je kunt ook het voorzorgsprincipe hanteren. En zeggen van, nou ja, als ik me vergis, dan vergis ik me liever aan de veilige kant, hè, to err on the side of caution. En de veilige kant is aannemen dat aerosolenverspreiding wel mogelijk is.
en wel een rol speelt. Kijk, Rick zegt, het is zeer aannemelijk. Nou, dat vind ik dus, dat weet ik dus niet. Ik luister altijd naar Maurice de Hond. Vind ik altijd interessant. Ik lees altijd. En daarna ga ik ook altijd vragen aan allerlei experts. Hoe verre is dat nou eigenlijk bekend? Hè? Van, je weet het mee. Want ze weten heel goed bij het RIVM wat aerosolen zijn. Dat is echt helemaal gewoon... Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Spitsen. Alleen hebben ze gezegd dat wij zien dat niet als een belangrijk iets. Maar net zoals jij het uitleggen van een PCR-test, dat iemand dat nog nooit gedaan heeft. Datzelfde is wel met aerosolen wel eens een keer kunnen gebeuren. Dat is uitleg, waarom denken jullie nou dat aerosolen werken? Er zijn best wel goede uitleggen ook geweest hoor, op Twitter. Internationaal, ook in Nederland. Maar ik vind bijvoorbeeld ook artikelen in kranten zijn er over het algemeen best wel neutraal in. Hè. Maarten Keulemans heeft volgens mij best wel neutraal daarover geschreven. Want dit is wat er nu over bekend is. Ja, en dan kom je tot de conclusie dat het, kijk, aannemelijk is dat aerosolen een rol spelen. Alleen dat het heel moeilijk is om te kwantificeren welke rol ze spelen. Is het het allergrootste gedeelte of is het verwaarloosbaar? Ja, ergens daartussen. Ja, maar het moet toch echt wel mogelijk zijn om te zeggen van... Het RIVM zegt het is minder dan 5%. En iemand anders zegt het is... En een heleboel professoren zeggen het zit op de 70-80%. En dat zijn niet de minste. De adviseur van Merkel zegt dat hij denkt dat de meerderheid van alle besmettingen via aerosolen plaatsvinden. Nou, dat is zeg maar Jaap van Dissel van Duitsland. Ja, maar kijk, hoe moeilijk moet het nou zijn om dat op een gegeven moment te gaan controleren? Als er zulke Maar luister Vincent, het punt is dat het een ontzettend complex probleem is. Dus op het moment dat je... Kijk, het kan zijn dat nu een heel groot gedeelte van de besmettingen aerosol is, omdat we afstand houden en omdat we handen wassen. Maar als je dan zegt van, ja, stop maar met afstand houden, want aerosolen is de primaire route. Ja, misschien komt dan die andere transmissieroute weer tevoorschijn. Ja, dus het is... Er zijn heel veel onderzoeken, maar die zijn ook vaak modelstudies geweest. Of studies, of literatuurstudies van andere infectieziekten. Dus ik denk dat je in dit onderwerp heel moeilijk gaat komen tot een harde waarheid. Hoor ik nu dat jullie met je 12 mensen, intelligente mensen die gewend zijn aan data, aan complexiteit, die daar zelf plezier in hebben. Hè? Complexiteit is jouw hobby en jouw mm-hmm. Dat je denkt dat jij moeite zou hebben om dit onderzoek een beetje uit te gaan putten. En daar op een redelijke manier, net zoals met die PCR-test, een uitspraak over te doen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dus dat dat heel lastig gaat zijn. Kijk, wat je bij denk ik wel op uit kunt komen, is dat het verstandig is om aan te nemen dat het een rol speelt. En dat je daar dus op voorsorteert. Dat je zegt van ja, maar mondkapjes zouden wel nuttig zijn. En ventilatie is wel een item om op te letten. En als je zegt, nee, maar het speelt geen rol, dan hoef je ook eigenlijk niet naar ventilatie te kijken, weet je wel. Dus ja. Nou, dat vind ik nu interessant. Ik heb dus nu zo'n dingetje gekocht, zo'n CO2-meter, die dan voor ventilatie staat. Uitermate interessant, als je dan gewoon ziet hoeveel CO2 er nu in mijn lucht zit. En ik heb nu een deur open. Als ik de deur dicht doe, gaat het binnen de kortste keer naar 1500, 2000. Ja, 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 ja. Dat is gewoon kwaliteit van de lucht. Maar als je dan inderdaad met andere mensen bent, dan zweeft het veel langer door. Ik wil gewoon een goed onderzoek hebben over aerosolen die dat op een fatsoenlijke manier uitlegt. Dus ik wil jullie heel graag vragen, denk er eens over. Bij jullie volgende, als jullie in het gamingkanaal zitten te praten over wat er moet gebeuren, zou ik dat heel mooi vinden. Nou, je kunt heel goed beschrijven wat het is en hoe het werkt. Alleen om een getal te gaan plakken aan welke transmissies via aerosol lopen, welke niet, dat wordt denk ik heel erg lastig. Nou, en lastig, volgens mij ben jij daar heel goed in. Bert, je hebt in ieder geval ons geholpen om om PCR eens even goed uit te pluizen. En dank je wel voor het rapport van de school en het stoplichtensysteem. Nou, twee stoplichtensystemen. We hebben eentje van Maurice de Hond en eentje van Bert. Ik zou zeggen, regering, doe er je voordeel mee. Want dat is gewoon hartstikke nuttig. En hartstikke bedankt. Ik hoop, ik kom weer bij je terug op het moment dat je weer een hele hoop draadjes hebt uitgevoerd. Je bent in ieder geval heel nuttig bezig, Bert. En dank je wel, leuk. Dat je nog lang mee bezig bent. Cool, dank je wel. Oké, iedereen hartelijk bedankt. En abonneer je op YouTube als je dat, als je gewoon vaker van dit soort video's wil horen. En en als jullie ook nog onderwerpen hebben die jullie behandeld willen hebben, zet het hieronder neer, want ik ben altijd op zoek naar dingen die niet duidelijk zijn. Oké, groetjes. Blijf even hangen.